Hoi allemaal, leuk dat je er weer bent met een nieuw filmpje van me. Dit keer is het nu opgemaakte huishoudspullen. Dus ik heb best wel redelijk veel. Dus laten we in ieder geval een beetje snel er doorheen gaan. Dan kan ik weer snel een ander filmpje opnemen. Dus dan kan ik daarna 's avonds lekker editen. En ik heb er eigenlijk wel een beetje zin in. Dus laten we lekker beginnen. Goed. Om als eerste te beginnen. Jullie weten allemaal dat Lenoir de wasmiddel pearls hebben. Nou, ik kan je vertellen. Dat is dit doosje. Je hebt ook nog voor gekleurd was. Deze is geloof ik speciaal voor witte was. Ja. En is waterlelie geur. Is echt heel erg lekker. Doet ontzettend zijn werk en ja, ik kan het iedereen aanraden, moet ik zeggen. Als je de kast open doet, dan is het ene al geur en ook als je de wasmachine open doet. Dus ik zal zeggen, ik raad iedereen deze aan. Het is in ieder geval lekker en je hoeft geen extra wasmiddel erbij te doen, want die zit er ook al bij. Dus toppie, scheelt weer in extra geld voor wasverzachter te kopen. Dan ga ik in ieder geval door. Twee afwasmiddelen van Ajax. Ja, die doen net zo goed het werk als Drift. Deze zijn een euro bij Blokker. Dus dan sla ik er altijd een aantal in. En dan kan ik er weer even tegenaan. Dus ik had nu twee keer Granny Smith's geur. En ik moet zeggen, ze ruiken echt lekker. En echt naar appel. Het is zo lekker. Ik vind het nog een lekkere geur als van Drift. Je kan ze ook bij... Sorry, dat is mijn mobiel. Neem me niet kwalijk. Dat is... ja. Bij de Big Bazaar kan je ze ook kopen. Ik geloof 1,29. Maar daar wil ik van afweten. Maar ik heb er toen drie gekocht bij Blokker. Dus ja. Twee keer Green Apple... En één keer citroen. Die citroen is ook heel erg lekker. Die ruikt ook heel erg naar citroen, moet ik zeggen. Nou ja, we hadden nog wasverzachter. Doen we toch nog wel eens om dingetjes zeg maar een beetje op te frissen. Dat is deze gewoon van Albert Heijn. Lavendelgeur. Ik ben gek op lavendel. Ja, is precies wat ik... lekker vind. En ja, ze hebben ook nog andere geuren, dus ga in ieder geval kijken. Ik kan het je in ieder geval aanraden. Dan hebben we ook nog een chloor opgemaakt voor de wc en ja, af en toe de gootsteen is nog wel eens aanslag van de koffie, zeg maar. Dus deze doe ik er wel eens en dan is de gas van huis. De afwas, de wasbak ook weer schoon. Ook af en toe even lekker in de wc. Even goed in laten trekken onder aan de rand. Dus die koop ik altijd. En dan hebben we ook twee soft strijkwater van de Big Bazaar opgemaakt. Ja, ik kan zeggen, ik kan het iedereen aanraden. En het ruikt net zo lekker. Het doet net zo goed zijn werk voor de strijkijzer. En voor de geur. En ja, ik... Ik kan het iedereen aanraden, moet ik zeggen. Ze zijn in ieder geval een stuk goedkoper als die Robijn. Dus die twee. We hebben ook een W5 allesreiniger van de Lidl opgemaakt. Deze vond ik persoonlijk niet zo lekker qua geur. Die vond ik wel heel erg, ik weet het niet, een beetje chemisch ruiken. Dan hebben we er een andere en die vind ik veel lekkerder. Dus doet echt... ze werken als je even de wc wil opfrissen of wat dan ook. De vloer, in de keuken, in de douche, in de wc. Dus prima, ze werken voor een klein prijsje. Waarom niet? Als laatste voor de huishoudens Antico. Ik niet. Mijn man maakt daar de douchecabine mee schoon. En die geur, ik moet altijd uit de buurt blijven. Als ik die geur ruik... Het is ook met ammoniak of met spiritus of wat dan ook. Dat slaat zo erg op mijn keel dat ik zo erg moet hoesten. Dat ik gewoon even buiten ga zitten of in de woonkamer.
Dus dan doet mijn man altijd lekker de deur open en de slaapkamer aan. Die. Nou, dan was dat de opgemaakt van de huishouden. En dan ga ik naar de volgende. Ik doe in ieder geval een duimpje omhoog. Leuk dat jullie gekeken hebben. En abonneer ook op mijn kanaal. Dat is dat knopje hieronder. Het kost helemaal niks. Je kan gewoon op de hoogte blijven van mijn filmpjes. Dus als ik weer nieuwe filmpjes maak, dan ben je als eerste erbij die dat kan zien. Dus bij deze. En ja. Het is leuk altijd en gezellig. En ik hoop jullie gauw weer te zien. Ik ga snel een ander opnemen. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Bye bye.